weer een nieuwe video voor jullie. En zoals je wel aan de titel kan zien, heb ik vandaag een What's in my school bag. Deze video is tegelijkertijd ook een collab met Jolien van Jolo's Place. En we zijn door YouTube elk bevriend geraakt en het leek ons heel erg leuk om samen eens een collab te doen. Dat iets met school te maken had, want ja, het nieuwe schooljaar is natuurlijk begonnen en ik heb al een paar Back to School video's gedaan. Dus het past ook allemaal in het rijtje en ja, het leek ons heel erg leuk om te doen. Ook omdat ik er een paar keer vraag naar had gekregen. Het linkje van Jolien haar kanaal staat in de beschrijving. Ik zou het heel erg leuk vinden als je even op haar gaat abonneren. Zij zelf zou dat ook heel erg leuk vinden. En ik zou het ook super tof vinden als je deze video alvast een duimpje omhoog doet. Zo weet ik of jullie deze video leuk vinden of niet. En ik zou het ook heel erg leuk vinden als je alvast even abonneert. Zo blijf je op de hoogte van mijn nieuwste video's. En ja, laten we nu maar gewoon heel snel beginnen. Dus, ik heb een Eastpak. Zien dat er weer opgeraakt? Ja, dus ik heb een Eastpak rugzak. En deze heeft een bordeaux kleur. En dat vind ik eigenlijk echt een heel mooie kleur. Ik denk dat het een out of the office is, met ik weet niet hoeveel liter, maar wel nog wel ja, redelijk veel. En ik heb deze gekozen omdat ik eigenlijk tot het vierde middelbaar rondliep met een veel te grote boekentas en ik had altijd veel te veel bij. En in het vijfde jaar dacht ik echt, nu is het gedaan en ik koop een nieuwe. Dus ik heb deze in het vijfde middelbaar ook al gebruikt. Voor als je het niet zou weten, ik ga nu naar het zesde middelbaar, ik zit nu in het zesde middelbaar. Dus ja, maar wat, dit is dus mijn boekentas en hij heeft hier van voor een rit en een vakje en hier ook nog een rood vak. Dus ik zal nu maar gewoon even beginnen met wat erin zit. Ik wil eerst nog wel even zeggen, eten en drinken zit er nu gewoon niet in, omdat ja, het is eigenlijk een zaterdag vandaag. Dus ik ga er niet even alleen eten en drinken insteken, maar meestal zit er ook nog een koek of een appel of een stuk fruit en een fles water en mijn broodram en zo in. Maar dat zit er gewoon nu even niet in, maar normaal wel. Hier van voor in het kleine rugzak, in het kleine tasje, zit als eerste dit. Dit is, ja, ik heb de rugzak even op mijn schoot gezet, hè, dus ik ga alles eruit halen. Dit is een hoesbeschermer voor mijn fiets. Ik fiets altijd eerst nog naar de bushalte en daar laat ik die dan staan als ik de bus neem. En als het regent, mijn zadel is een beetje kapot, dus mijn mama heeft deze gekocht. Voor als het regent bijvoorbeeld, kan je het erover doen of als de zadel niet meer gaat worden. Dus dit. Dan steekt er een tangeltje erin. Eigenlijk kan ik mijn haar praktisch nooit, alleen als ik het ga wassen, dan kan ik mijn haar, en dat klinkt een beetje vies of een beetje raar, maar anders dan pluist mijn haar echt heel erg hard. Maar toch heb ik het bij voor, ik weet niet, soms vraagt iemand ook eens een borstel of zo, maar ik heb het gewoon standaard bij. Dan heb ik ook een deo bij, dit is nu een van Dove, ja gewoon een deo, waarom heb je dat bij? Voor bijvoorbeeld na het turnen of gewoon als je het nodig hebt. Dan heb ik ook nog Perdot Féminin. Dat zijn pijnstillers voor als je het nodig hebt. En ik heb ook nog dit tasje. En dat is mijn In Case of Emergency tasje voor dat maandelijks probleem. En meestal steek ik dan mijn stuk fruit of weet ik veel wat ook nog in het voorste tasje, maar dat steek ik er dus nu niet in. En dan gaan we door naar het grote vak. Daar zit natuurlijk het meeste in. Het eerste is dat ik eruit haal mijn pennenzak. Deze is eigenlijk een toiletzak van Victoria's Secret, maar ik gebruik het als pennenzak, want ik vind het echt de afmetingen hebben als een pennenzak. En ja, ik vind hem gewoon heel erg leuk. Dan heb ik mijn portemonnee, daar zit mijn buddypas in, mijn identiteitskaart, geld, pff, ja, wat nog allemaal. Gewoon mijn portemonnee waar alles in zit. Een rekenmachine, want ja, je hebt natuurlijk vaak een rekenmachine nodig. En we hebben dat ook, ja, bijna met wiskunde altijd nodig. Of je hebt dat eens voor een ander vak nodig. Dus dat zit er ook standaard gewoon in. En ik laat dat ook niet in de klas liggen. Want als je dan thuis huiswerk hebt, dan heb je geen rekenmachine. En dit is trouwens zo'n groen ding, waar je zo alle functies mee kan doen. Dus dit. Ook, en als ik het vind, een heel sterke aanrader, mijn paraplu, want oh, ik haat het als het regent en ik moet nog naar de bushalte wandelen s'avonds als ik gedaan heb met school en het giet en ik heb geen paraplu bij, dus standaard. Een paraplu, dat is gewoon, je denkt dat dat misschien
veel weegt of wat plaats inpakt. Maar als het zover is, ga je echt heel blij zijn dat je dat bij hebt. Dan zitten er natuurlijk ook allemaal kaarten in. Deze, ik heb hem, ja, dat is nu al gemaakt voor de eerste, de eerste echte lesdag, voor maandag. En er zit nu op dit moment nog niet veel in de kaarten, alleen pochetjes. Paal heeft één kaart. Dan heb ik gewoon een kaart en daar zitten al mijn boeken, in. Dit is bijvoorbeeld Frans. En ja, we hebben altijd scheurblokken. Alleen maar niet werkschriften, behalve bij ja, een paar vakken, maar de leerkracht die boeken zelf. Maar dat zijn allemaal invulboeken, ik heb geen enkel handboeken. Dus ik zet die allemaal ook in zo'n kaartjes. Dat is eigenlijk ook gewoon wat ik sterkst aanraden. Omdat dan mijn papieren sowieso niet kwijt geraken. En ja, dat zijn gewoon... Als ze zeggen pak Frans op de bank, dan pak ik gewoon heel deze kaft eruit. Dan, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar hier zitten zo twee dingen. Of nee, drie. Dat is een heel klein vakje. En daar zit een slijper in. Een prits en een aanslijper. En dat zijn gewoon drie essentials die vaak van pas komen met de grootte van mijn pennenzak. En die hier eigenlijk in dit vakje heel erg handig zijn. Dus die steek ik daar nog in, omdat ik dat gewoon soms nodig heb. En ook echt overal kan gebruiken. Dus hier thuis, in elk klaslokaal, want we moeten soms naar klaslokaal verwisselen. Dus ja, dat zit daar ook daar. Dan heb ik natuurlijk ook mijn agenda. Deze, daar heb ik nu de F van Floor, hangt daar nu op. En ik moet echt stoppen met naar het scherm te kijken. Maar deze, en ik weet niet of ik het misschien kan laten zien dat er niet op staat. Ja, mijn agenda is helemaal roos. Hier is die ook langs de voorkant helemaal roos. Maar ik heb die gepimpt omdat ik die zo mooi vind. En dan zitten er nog twee dingen in. Namelijk een cursusblok. Deze hebben jullie ook kunnen zien in mijn benodigdheden voor school. Hier ga ik wel aan mijn samenvattingen in maken, maar hier kan je ook papier uitscheuren. Dus het is allebei, het is handig voor allebei. En daarom steek ik het ook standaard in mijn rugzak. Want als je bijvoorbeeld studie hebt een uur en je mag dan doen wat je wilt en je moest nog een samenvatting maken voor ik zeg maar iets Nederlands. En je hebt dat niet bij, ja, dan kan ik mijn samenvattingen niet maken. En tegelijkertijd kan je er ook papieren uitscheuren. Dus daarom steek je er altijd standaard in. Ondanks dat het ook wel iets meer weegt als gewoon een kaartje met allemaal losse papieren. Maar ja, ik neem het gewoon mee. En dan heb ik als laatste nog dit mapje. Dat is nu nog wel helemaal leeg. Maar dit is zo'n heen en weer mapje. En ja, daar steek ik gewoon papieren in. Als ik papieren krijg. Die is nu helemaal leeg. Maar ik heb tegen maandag een flinke boel papieren die ik moet meenemen. Dus dan steek je die hierin dat ze niet verkrukken. Ja, yeah, je kent dat wel, zo'n standaard mapje. Goed, dat was eigenlijk alles wat er in mijn rugzak zit. Voor de rest neem ik soms ook wel eens iets extra mee. Als ik bijvoorbeeld iets speciaals mee moet nemen, bijvoorbeeld stiften of kleurpotloodjes of zo, dan steek ik dat daar ook in. Maar dit is eigenlijk wat er altijd standaard in zit en wat ik ook heb ondervonden doorheen de schooljaren, dat je het meeste nodig hebt of altijd bij. Maar ja, je boeken, pennenzak, dat is gewoon standaard dat je dat bij hebt. En de rest, zoals ja, mijn portemonnee heb ik ook nodig. Allee, dus ik heb echt alles. Ik heb echt alles nodig wat er in mijn rugzak zit. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En dat jullie ook zeker de video van Jolien gaan kijken. Het was trouwens heel leuk om deze collab te doen. Moeten we nog eens doen. Als je het leuk vond, geef deze video dan zeker een duimpje omhoog. Ik zou het heel erg leuk vinden. Want zo kan ik zien of jullie deze video dus daadwerkelijk ook echt leuk vonden. En ik zou het ook heel leuk vinden als jullie even abonneren. Ik zit bijna aan de 6000 en want ik wil ze echt super graag halen. Dus dat zou ook heel leuk zijn als jullie dat even doen. En voor de rest hoop ik dat jullie een fijne start van het schooljaar hebben gehad. En dat jullie er nu goed tegenaan kunnen, ook al is de school best wel... Maar oké. Bedankt voor het kijken en tot snel. Doei!